Voor de mechaniekers van de Rabo-ploeg zit het werk er na de finish nog lang niet op. Eigenlijk begint het dan pas echt, met onder andere het wassen van de fietsen. Nou, even de ketting ontvetten. Even de water afspoelen. Dat is heel goed, hè? Is dat iets wat iedere dag moet gebeuren? Ja, we doen iedere dag al wat wassen. Soms reserve fiets ook nog wel, maar niet altijd. Dat is maar net hoe het weer is geweest. Vandaag een regenachtige etappe, dus jullie hebben het druk, hè? Ja, niet druk, dat is anders hoor. Fietsen moeten we iedere dag wassen, dus als slecht weer is, als goed weer is, wassen ze ook. Iedereen heeft zijn eigen taak. Rick Jonkheim is deze ronde verantwoordelijk voor de wielen. Dan te denken aan de tubes die perfect van de conditie moeten zijn. Dat de wielen recht zijn en de juiste verzetten. En dan krijgen wij door van Jan Boven, de ploegleider, wat de jongens willen rijden. En dat zetten wij erop voor de andere dag. Dan maken we alles weer in orde. Is het verzorgen van de wielen een fulltime job? Jazeker. Jullie hebben zoveel wielen bij je? Ja, we hebben heel erg veel wielen bij. En ja, renners moeten natuurlijk zelf beslissen met welke wielen dat ze willen rijden. Welk type dan althans. En dan verzorgen wij dat. Wat in elke grote ronde terugkomt is meer wiel, banden en verzetkeus. Dat komt eigenlijk elke ronde wel terug. En jullie hebben alles bij je hier in de vrachtwagen. Kun je eens laten zien wat je allemaal mee hebt? Ja, we hebben alles mee. Ik kan maar eens laten zien. Nou, wat we allemaal bij hebben. Hier hangen bijvoorbeeld de fietsen die op onze auto staan. We hebben hier een rijtje van na vandaag 7 fietsen voor op de eerste auto. En 7 reservefietsen voor op de tweede auto. En we hebben hier ook alle wielen. Zoals ik zei, met verschillende wielenrijen. De ene dag rijden ze met een hoogwiel, de andere dag met een laagwiel. En dat kan ik hier allemaal uit dat grote rek pakken. Dan hebben we toch gauw nog een 50, 60 stel extra hangen, om het zo maar te zeggen. Waarmee we dan kunnen kiezen en daar ook weer mee verschillende type banden. Als ik hier zo zit te kijken, dan zie ik geen tijdritfietsen hangen. Klopt, die hebben we ook niet bij. Daar hebben we onze eigen speciale man voor, zeg maar, die op alle grote rondes met een apart busje met de tijdritfiets heen en weer komt. Hij is begonnen in Denemarken, is die van Denemarken naar Verona gereden, van Verona weer naar huis, naar onze servicekoers. En de laatste dag in Milaan zal die weer opkomen om daar de tijdrit samen met ons te gaan doen. Nou, hartstikke mooi. Ja. Nou, bedankt dat we even mochten kijken. Super. En nu weer aan het werk. Ja, moet.